Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 18 Ajax Career Mode. We gaan door, we gaan verder. We gaan twee wedstrijden simuleren en een wedstrijdje spelen. Gewoon om wat meer tempo in deze Career Mode te maken. We gaan tegen SC Heerenveen en tegen Sparta uit mijn hoofd. Gaan we simuleren. Even checken. Want de kalender zocht ik, hè. Ja, zie je Sparta en Chelsea gaan we spelen. Misschien dat we NAC er nog wel bij simuleren. Dat zien we tegen die tijd wel. Goed. Ik zie hier info over spelers die de club verlaten vanwege internationale verplichtingen. Dat kan, dat hoort er nou eenmaal bij. Veel succes, jongens, zou ik zeggen. Goed, dan ga ik hier niet met de basis, maar met de wissels ga ik simuleren. Omdat ik denk dat dat gewoon prima moet kunnen. Met de jeugd doe ik het nog net niet. Dan doen we het met de wissels. Simuleren tegen Heerenveen. Vardy, tik er gewoon even 3 in. Dat zou ik waarderen, man. Dat zou ik zeer waarderen. Het is 1-1. Dat is wat minder. Dan laten we dus puntjes liggen. Maar goed, houdt de competitie wat spannender. Dus wat dat betreft. Oh, PSV heeft ook denk ik puntjes laten liggen. Even loeren. Nee, we hebben er meer gespeeld. PSV gaat er nog 1 spelen. Nou ja, dat is dan super jammer. Gaan we hier even de training knallen. Gaat er nog iemand naar boven? Iemand die minimaal 80 wordt en die kan vervangen? Nee, helaas. Want er staat nog een hele rij aan jeugdspelers te wachten om te trainen. Dus dat gaat nog wel worden. Nou, de volgende training is zo. Ik stop te vroeg met simuleren, doe ik. Maar we hebben een berichtje. De USA, Amerika, wil ons als bondscoach. Gaan we gauw even afwijzen. Had je idee? Zo. Nou, even snel de volgende dag simuleren. En dan doe ik de training wel even off record. En dan, nou, we gaan niks off record doen. Ik laat even lekker alles zien. Heb ik zin in. Kijken of hier nu eindelijk iemand stijgt. Ja, Eiting, 73. Het is niet Neres of Kluivert naar 80, zodat ik de volgende kan trainen helaas. Maar goed, elke stijging is welkom natuurlijk. Dat is toch wel fijn. Nou, op naar de wedstrijd tegen Sparta. En die ga ik denk ik gewoon met de jeugd doen. Krijgen ze even een keer wat speeltijd. Die ga ik denk ik gewoon met de jeugd simuleren. Bedankt coach. Waarvoor bedankt hij ons? Dank dat je weer in de ploeg hebt gelaten. Oh joh. Geen probleem. Je krijgt alsnog geen speeltijd hoor. Maar je zit inderdaad soms bij de ploeg. Hey, geluk mee. Hoppakee. Staan we weer de wisselspelers. Bla bla bla. Ja, klopt. Nu ga je waarschijnlijk helemaal eruit zelfs. Zie je? Met andere wisselspelers nu, met jongere spelertjes. Dus eens kijken hoe we het gaan doen. Sparta staat volgens mij niet zo hoog. Dus daar ben ik gewoon benieuwd naar. Nee, 16e. We spelen zelfs thuis. Het jeugdteam. Zet hem op, jongens. Zet hem op. Hopelijk kunnen ze resultaat pakken. De Ligt zit er wel bij natuurlijk. Er zitten een paar basis kwaliteitsspelers bij. En we verliezen met 0-1. Auw. Auw. Oh, schande. Dat is echt slecht. Dat mag echt niet meer gebeuren. Vos gaat stijgen, zie je? Ik zag het al. Ik train vooral zijn uithoudingsvermogen daar. Zijn dribbelen en balbeheersing is al redelijk goed. Maar zijn uithoudingsvermogen, dat staat me niet aan. Neres en Kluivert schieten niet meer op, joh. Die laatste stukjes gaan langzaam bij ze. Nou ja, whatever. Alles gewonnen wat kan in Nederland. Oh ja? Maar waar is dit voor dan? Transferscoutjes. Oh. Joh, dat komt wel weer een keer, joh. Doe even Callum. Ik ben er echt van geschrokken dat ik niet werd opgesteld. Nou, je krijgt nou gewoon weer speeltijd, Messi. Don't worry. Oeh, dit is wel een zure voor de Ligt. Ik denk dat ik de Ligt het beste even kan vervangen. En voilà. Man. Zit er nog een paar dagen rust tussen? Ja. Hopelijk is dat genoeg rust voor de Ligt om te kunnen spelen. Redelijk. Het had erger gekund. Het had veel erger gekund. Goed. Chelsea het is. We spelen uit. Dus dit wordt een zware. Hopelijk kunnen we op zijn minst een gelijk spel neerzetten. Chelsea en wij staan gelijk in punten. Dat kun je hier zien. We hebben dus een beter doelsaldo. En dat is echt ook een doelsaldo. Het is een verschil van 1. Dus dit wordt gelijkwaardig als je het zo bekijkt. Let's do it. Oké, daar gaan we. Uit. Tegen Chelsea. En dan ben ik benieuwd wat Chelsea is. Zo'n team als Chelsea groot. Wat dat nou doet in de transferperiode.
Want er zijn wel rare dingen gebeurd. Robben is bijvoorbeeld naar Real Madrid gegaan. Dat is er eentje. Ja, wij hebben Özil en Messi. Wij hebben denk ik de grootste klapjes gemaakt. Maar er waren nog wel wat dingen gebeurd. Waarvan ik even uit mijn hoofd niet meer weet wat. Dus dan, misschien dat Chelsea erbij betrokken was. Dan gaan we dat zo zien. Maar ja, ik weet gewoon niet uit mijn hoofd. Dus dat gaan we zo zien. Zoals ik al zei. Daar is de tussenstand. Doelsaldo. Echt een verschil van 1. Daardoor staan wij eerst. En Vertonghen staat klaar. Die heb er zin in. Nou, daar is Conte. Conte. De trainer van Chelsea. Philippe Louis. Wacht. Heb ik eerder tegen Chelsea gespeeld? Want ik weet zeker dat ik hem een keer eerder heb gezien. Nou ja, whatever. Voor de rest, even snel kijken. Nou, volgens mij niet echt hier. Oh, wacht, ik zag hem op het laatst. De rechtsback was geloof ik anders. Ik zag even niet goed wie, maar volgens mij was een rechtsback ook anders. En daar is ons team. Wij kennen ons team, dus dit gaan wij skippen. En we gaan naar de aftrap die hun gaan nemen. We zijn begonnen. Oké, hier is Messi met een goed schot. Zlatan wou daar... Nee, dat was Özil die wou voor de rebound gaan. Oh shit, ze zijn er doorheen. Ze zijn er doorheen en ze tikken binnen. Ik had de sliding, maar hij bleef staan en Hazard tikt Chelsea op 1-0 voorsprong. Damn. Chelsea speelt met heel veel druk. Dat is het eerste wat ik al merk. Ze leggen echt heel veel druk erop. Spelen behoorlijk aanvallend. En hier is Hazard met de 1-0. Oh, maar hier is Messi met de ruimte. En Messi tikt gelijk de 1-1 binnen. Verdediging valt in slaap nadat ze scoren. En Messi maakt daar graag gebruik van. Brengt ons terug in de wedstrijd. Kijk de ruimte ineens. 1-1. Chelsea op zoek naar een aanval. Over de vleugel. Jezus man, dat paaswerk van hun is ziek. En een beetje heen en weer gedribbel is zo kut als je moet verdedigen. Heel veel gepaas van Chelsea. Kom op Hendricks, jij kan dit. Jij kan dit, daar blokken we een schot, het nieuwe schot gaat naast. Hier pakken we een kaart, denk ik, misschien ook niet. Scheidsmat stond. Maar die bal die bleef na iedere tackle voor hun voeten vallen. Ik vond het iets te overdreven worden. Daar is het schot en dat gaat over. Oh, geef hem mee. Dolberg met ruimte kan niet schieten. En hij ligt neer, maar hij is niet geblesseerd. Dat zie ik wel. Dat is hij niet. Kop dit. Dank je. Hier is Chelsea in de aanval. Daar is het schot. Onana met de goede redding. Corner nu voor Chelsea. Die gaat natuurlijk voorgezet worden. Wij koppen in eerste instantie weg. Kom op. Schot in de handen van Onana. Özil naar Dolberg. Dolberg schot wordt geblokt. En dan heeft Courtois de bal. Oké, een sliding daar. Zorgt ervoor dat wij een corner winnen. Wij gaan die natuurlijk gewoon de 16 in pleuren. Maar we komen er niet bij. Willian hier. Oh, kapt ons er heel mooi uit. Maar we blokken het voorzet en werken vervolgens goed weg. We hebben twee wissels Vardy erin voor Zlatan. In de hoop dat we wat meer tempo in de aanval krijgen. En Schweinsteiger vervangt de Motta. Oudje voor oudje daar zo. Chelsea hier onderhand in de aanval. Maar daar veroveren we de bal. Oh, daar. Paas hem. Paas hem nog een keer. Hier is Van der Beek. Kom op, Van der Beek. Nee! Alsjeblieft, jongens. We zijn zo dichtbij. Oh, Vardy met de ruimte. Hij tikt hem binnen. De verdediging met een mislukte tackle. En Vardy nog steeds met nummer 14. Wat niet mag. I know. Ik ga het zodanig na de wedstrijd direct vervangen. Tikt voor ons. De 2-1 binnen. Jeetje, wat een strijd is dit. Chelsea is beter. Oprecht. Hebben meer kansen gehad dan ons. Maar Vardy tikt voor ons een voorsprong binnen.
Chelsea. Dat weer druk begint te zetten. Wil natuurlijk terugkomen. Goeie actie daarvan van de Beek. En paas hem eruit. Oh. Hier is een countermogelijkheid. Messi. Messi. Schiet de jongen nu. Oh, geblokt. Maar we hebben een corner. Eens kijken of we hier iets mee kunnen. Bal gaat de 16 in. Courtois bokst uit. Paas hem direct terug de vleugel op. Daar is Messi weer. Oh. Veel gedoe. Veel gebeuren. En we hebben een nieuwe vrije trap gewonnen. Daar gaan we Messi neerzetten. Oh, gewoon te poffen. Ik wil het gewoon proberen. Eens kijken of dit kan. En in de muur. Kom op. Koppen. Nee. Fluit maar af, scheids. Please, fluit af. Ik zou het zeer waarderen. En dat doet hij ook. En zo winnen we moeilijk met 1-2. In een best wel moeilijke strijd tegen Chelsea. Goed, we zijn terug in het hoofdmenu. En dit was het voor nu eigenlijk. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke aflevering? Laat dan vooral die like achter en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. Van de aflevering gaan we natuurlijk weer verder. Ik zou zeggen, ja, ik check jullie bij de volgende video. Ik heb niet veel meer te zeggen. Nogmaals bedankt voor het kijken en bedankt voor de support. En ik check jullie bij de volgende video. Laters.